Vandaag is het zover. We gaan de Verwonderroute openen. Een prachtige, unieke wandelroute door Heemse, rondom de Rezematen. En op een 14 markante punten vertellen we u iets over de historie, de natuur, de mooie plek die er is. Laat u verwonderen onderweg tijdens een wandelroute van ongeveer 6,5 kilometer te verlengen tot ongeveer 10 kilometer door een extra lus door het Brinkdorp Rezen. Een papieren routeversie verkrijgbaar bij De Kleine Belties of restaurant Rezen Belten of in de route-app Landschap Overijssel. We staan hier bij een van de zeiltjes, op De Kleine Belties natuurlijk, maar daar nu al in de gaten. Martijn Breukeman die zal zo het eerste zeiltje gaan openen en ik wil eerst het woord aan hem geven. Ontzettend bedankt voor de uitnodiging voor vandaag, om even hier bij jullie aanwezig te zijn bij de opening van vooral jullie route, want jullie zijn met dat idee gekomen. En Ries kwam dan regelmatig op de dinsdagochtend, altijd zo tussen 8:30 en 9:00, even voor mij de koffie, voor jou de thee, maar even kijken waar staan we met elkaar. Wat voor mij ook wel een bijzonder moment. Meestal sta ik voor de opening van een nieuwe woonwijk of een wooncomplex of appartementen. Altijd wat in de fysieke en misschien nog wel wat meer de zakelijke hoek. En dan openingswoord bestaat dan uit een mooi bouwrijk gemaakt met elkaar, vierkante meters en zo. Hè. Hartstikke goed. Is toch een ander publiek. Dus moest ik even nadenken, ja, wat nou mijn verhaal voor vandaag? Het is toch een ander verhaal. En, maar wel een heel mooi verhaal. Hartstikke mooi om daar ook bij jullie aanwezig te zijn. Want dit gaat over sfeer, over beleving, over ja, wat hebben we nou in onze eigen omgeving. Als je kijkt naar de gemeente Hardenberg, hebben we zo'n hele oude slogan, gebruiken we al jaren niet meer. Ik weet niet of er iemand van communicatie bij is, ja, ik zie je al. Mogen vast niet meer gebruiken, maar we hadden ooit de slogan wonen en werken waar anderen recreëren. Dat is een jaren geleden, maar dekt wat mij betreft nog steeds de lading van ons gebied. Dus hartstikke leuk om ook dat eens een keer mee te maken. Als je ergens vaak komt, dan zie je soms niet meer hoe mooi iets is. Je kent de plek al en het is dan snel normaal. Pas als je dan weer de ander op gewezen wordt, hoe bijzonder die plek eigenlijk is, valt het je weer even op. En daarom ben ik ook zo blij met de Verwonderroute. Een prachtige nieuwe wandelroute door Heemse en de Rezermaten. Een route die je langs een bijzondere mooie plekken voert. En die je meteen iets vertelt over de geschiedenis van de plekken waar je langs loopt, hoe lang de route ook mogen zijn. En ik ben blij dat Sietse, Margé en Rieks het plan van de Verwonderroute hebben uitgevoerd. En ook alle andere partijen die hebben geholpen om te zorgen dat de route en het routeboekje er nu liggen, die verdienen een dikke pluim. Want dankzij jullie allemaal kan ieder nu genieten van de wandeling door dit mooie gebied van Heemse en de Rezermaten. En meteen iets leren over hoe het hier ook vroeger was. En zich weer opnieuw verwonderen over al het moois wat hier nu nog steeds te zien is. En ik hoop dat jong en oud van deze prachtige Verwonderroute mogen genieten. En dan ben ik te lang aan het woord geweest, denk ik, en kunnen we naar de opening gaan. Heel veel plezier in ieder geval, dankjewel. Kijk jij een lus? Doen we dat omhoog. Ja, super. Dank. Gaat erop. Ja. Zo, ik ook bedankt. Ja. Nou, een route. Dankjewel. En een route van 6,5 kilometer is te lang om nu te lopen. Alhoewel het weer ons wel extra laat verwonderen vandaag. Want dat het zo mooi wandelweer is, dat hadden we niet durven dromen. Dan gaan we zo. Wil je nog een nachtje? Ja. Wat doen we dat? Nu maak ik helemaal alleen. Ho, ho, wacht even, ho, 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 ho. Oh, ja, dat mag, hè? Toch ergens op dan. Leg je maar achter op dat bankje neer. Ja, dat is erop. Wat staat erop? Op het oude Rezenplaggenveld staan we hier. Vroeger was hier helemaal niets. Eén uitgestrekt veld, ongeveer vanaf de Vecht tot ver in Dedensvaart. En daar kwam iets later dan bij de familie Hakkers een meneer uit Ommen die hier een bungalowpark begon.
En zo is dat verder hier ontstaan en uiteindelijk uitgegroeid naar deze mooie plek. In het bijzonder hebben we ook het Rezer-Plaggenveld. We hebben de turfstekers al gehad. We hebben een prachtig beeld ook hier staan, winterkraaien. Gert van Hardenberg Art heeft in 2017 ons geholpen met de eenmalige verwonderroute. Dat was kunst. En toen dit beeldjes beschikbaar kwamen, kon het niet anders dan dat het ook hier een plek moest krijgen. Hij komt straks bij ons in de bistrotuin, maar het verhaal van Winterkraaien, het boek van Van der Werfhorst, kunnen jullie allemaal nalezen over de turfstekers, eigenlijk meer uit in het veen bij Klooster Haar. Maar ook dat zijn dezelfde verhalen, vermoeden we, als de turfstekers hier tegenover. Dus laten we verder naar binnen gaan. Clara Fjune verwelkomt ons om verder te gaan naar de bistro. Clara Fjune heeft u dus ontvangen. Op de 200ste sterfdag van Clara Fjune is er een heel mooi optreden geweest in de Witthof Lambertuskerk met dezelfde Clara Fjune, G.A. Gijsbertsen. En zij zal een 2 lofzangen op muziek brengen. Maar jij vertelt vast nog meer. Ja, ik hoop dat u fijn zit en dat u het lekker warm heeft. En dat u genoten heeft van de wandeling. En dat u zich verwonderd heeft over de prachtige omgeving hier in Heemsen. Ik zou zeggen, doe het in de lente nog een keer over of in de zomer. Dan verwonder je je nog meer. Ja, en als ik hier rondkijk, zo in Heemsen, dan denk ik, oh, dat zijn zoveel mooie dingen. Daar zou je prachtige gedichten van kunnen maken. En ik ben begonnen aan een groot hofdicht over Heemsen. Over de hele omgeving, over het bos, over de heide, de weide, de akkers, de vecht, de hessenweg, het onherbergzame veen en het gezegend leven op het land. Ik heb er zo'n 6 jaar al aan gewerkt, ik ben bijna klaar. En ik dacht, ja, het is zo'n veelheid van onderwerpen, waar zal ik beginnen? En wellicht in mijn eigen parktuin. Daar staan zoveel prachtige bloemen. Neem nou de zonnebloem. We zijn trots dat het is gelukt. Met doorzettingsvermogen en volharding van ons drietal, dat was af en toe nodig, maar zijn we veel mensen dank verschuldigd. G.A. Gijsbertsen in de vertolking van Clara Fjune en Gert-Jan Polet voor de digitale weergave op www.verwonderroute.nl. Maar ook een heel groot dankwoord, en Rieks, hij steeds de bescheidenheid zelf door niet bij ons te staan, maar echt, we waren een drietal. Met jouw grote kennis en alle als groot liefhebber van historie, oude landkaarten, als oud notaris, als voorzitter van Stichting Clara Fjune en historische projecten, heb jij heel veel bijgedragen. Dankjewel, Rieks. Graag praten we met u onder het genot van een drankje en een hapje verder. Dank voor uw komst. We wensen u veel wandelplezier toe en blijf u verwonderd.